commissieleden allemaal hartelijk welkom, mensen op de tribune welkom en mensen thuis ook welkom. Er zijn geen insprekers. Heeft er iemand over de agenda een opmerking? Ik neem aan van niet. Zijn er nog rondvraagpunten? De heer Van der Mooren. En het onderwerp is... Wij hebben een vraag over de enquête winkelsluiting. Of de winkelverordening. De enquête. Verder niemand? Zijn er eventueel nog opmerkingen over de afsprakenlijst van de raadscommissie van 3 december? Die zijn schriftelijk niet binnengekomen. Dan is die ook vastgesteld. Dan gaan we over naar de verordening Participatieraad Sociaal Domein Gemeente Ommen 2016. Wie wenst daarover het woord te voeren? Mevrouw Makkinga. Ja, ik heb het. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een, zoals meerdere gemeentes in ons land kiest ook om voor over te gaan naar een brede participatieraad. Over de verordening als zodanig heb ik, en de bijbehorende stuk heb ik geen vraag of geen opmerking, maar ik heb wel een vraag die daar direct op aansluit. En dat gaat namelijk over de participatiewet en over de betrokkenheid ook van cliënten bij burgerparticipatie. En namelijk de landelijke cliëntenraad, die heeft namelijk onderzoek laten doen in hoeverre het echt nodig is of gewenst is dat er op basis van die participatiewet, artikel 47, er een cliëntenraad ingesteld moet worden. En voor zover mijn informatie strekt, geeft die dat onderzoek aan dat het inderdaad verplicht is, of in ieder geval, dat er leden die vallen, of mensen die vallen onder de participatiewet, vertegenwoordigd zijn in een brede participatieraad. En ik was even benieuwd van, wordt dat inderdaad ondervangen in die nieuwe participatieraad? Dat is één vraag die ik heb. En een andere vraag die ik heb betreft participatie van cliënten op regionaal niveau. En dat is in het kader van de SUI-wetgeving. Ik ben erg benieuwd of dat ook in onze regio op regionaal niveau die cliëntenparticipatie geregeld is. En zo ja, op welke manier? Dus die twee vragen naar aanleiding van de verordening. Dank u. Dank u wel. De heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, wij kunnen kort zijn. We zijn blij met deze verordening en ook blij te hebben kunnen vernemen dat de participatieraad ermee instemt. We hebben één klein puntje, verder geen vragen. En dat puntje heeft te maken met het begin van de verordening waarin staat dat de gemeenteraad dreigt te gaan besluiten dat we met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 deze verordening vaststellen. En één van de twee, hetzij het stukje tekst, hetzij de datum, althans het jaartal, zou misschien aanpassing behoeven. En we horen graag wat daar precies de uitkomst van zou moeten zijn. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. De woordvoerster van D66, mevrouw Lerkens. Dank u wel. Bedankt voor de verordening. Duidelijk, één vraag erop. 1.7 wordt aangegeven dat er een samenwerking wordt aangegaan met de WMO-raad. En ik begrijp eigenlijk uit de stukken ook dat het een totaaleenheid wordt van de participatieraad. Dus de vraag is even, wordt de WMO-raad dan in die naam opgeheven en de kostenplaats overgeheveld voor de participatieraad? Of wordt het een samenwerkingsverband ergens in? Of dat iets helderder mag? Dank u. Mevrouw Schunselaar van de VVD. Ja, dank u, voorzitter. Participatieraad, prima dat het zo tot stand is gekomen. En ook samen met de WMO-raad. En dan kom ik eigenlijk gelijk bij het punt van, het is mij niet helemaal helder geworden. En dat sluit ik aan bij de vraag van mijn buurvrouw. Die WMO-raad, heft die zich nu op? Gaat die geïntegreerd worden in de participatieraad? Blijft het naast elkaar bestaan? Het is mij niet helder geworden uit het stuk. Want ik begrijp wel, WMO-raad is een afgeslankt iets. Participatieraad is breder. Kunnen veel meer mensen deelnemen. Want dat staat ook ergens in het stuk de WMO. Jeugdwet, participatiewet, WSW. Wat zou er nog meer in kunnen? Hoe breed zou het kunnen worden? Dus dat is mij allemaal niet helder. Als ik dan ook zie de kosten, vergoeding en middelen.
Dat staat bij artikel 9 het een en ander in. Je hebt dus, nou, er staat datgene in wat erin staat, maar kan de portefeuillehouder mij daar nog iets meer over vertellen, over die kosten, die vergoedingen, de middelen, want naast dat de voorzitter en de leden, en de voorzitter, secretaris en de leden van de participatieraad een vergoeding krijgen, is ook nog een algemene vergoeding daarvoor. Maar als je dan de WMO-raad ook nog hebt en de participatieraad, nou, toen was ik het spoor bij ze ook nog 3 keer lezen. Dank u, voorzitter. Meneer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja goed, inderdaad, participatieraad, daar zijn we heel blij mee. Ook positief vanuit de WMO-raad hiervoor. Voor zover ik het stuk gelezen heb, is inderdaad een uitvloeisel van de WMO-raad, wat alleen aangevuld wordt met de drie stukken die erbij komen. Dus de WMO-raad heeft zichzelf op en gaat op in de participatieraad, waarbij de drie erbij komen. Wel even een vraag over 1.3, wat belangrijk wordt en is natuurlijk wie gaat daar in zitting nemen. De leden die er, en voor zover we begrepen hebben, is er al belangstelling voor. Maar er wordt er wel wat gevraagd van die leden. Wel even een vraag over 1.3, daar staat in dat de leden van onderop worden gekozen. En misschien kan de wethouder daar even over uitleg geven wat daarmee wordt bedoeld. Voorzitter, tot zover. Heer Remmels. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook de LPO is blij dat dit voorstel er zo ligt. Met name de manier waarop het tot stand is gekomen. Ook toch wel weer met een stukje samenwerking, met name met de WMO-raad. Het feit dat de WMO-raad er ook positief in staat, maakt het voor in ieder geval voor de LPO ook een heel goed voorstel. Tot zover. Heer Maasman. Van de ChristenUnie. Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Ja, wij zijn ook blij met dit voorstel. Maar wij hebben net zoals wat de PvdA zei, wel geconstateerd dat er best wel een heel zwaar takenpakket ligt. En het is voor ons wel belangrijk dat deze participatieraad onafhankelijk kan werken. En daarom worden er nogal wat potentiële kandidaten uitgesloten. Er wordt een opsomming gedaan dat je niet binnen een politieke partij een vertegenwoordigende rol mag bekleden. Nou ja, je mag geen lid zijn van het college, je mag niet werkzaam zijn bij BOH, maar ook geen zakelijke binding hebben met de gemeente Ommen. En dat lezen we dan als het niet werkzaam mogen zijn bij een van de vele aangesloten zorgverleners in brede zin. Voor de ChristenUnie telt de mening van de WMO-raad, en dat zal voor de participatieraad net zo zijn, heel erg zwaar. Dus we hechten heel erg aan het onafhankelijke. En dan hebben we toch een aantal vragen. Zojuist benoemde uitsluitingen. En het feit dat de leden van de participatieraad ook in Ommen moeten wonen, belangoverschrijdend moeten kunnen denken, ook nog eens aantoonbare ervaring of deskundigheid moeten beschikken. Wie komen eigenlijk in aanmerking om deel te nemen aan deze raad? En de tweede vraag is van dat de WMO-raad op dit moment voor alle geledingen kandidaat heeft gevonden. Nou, dat lijkt mij absoluut een felicitatie waard. Kunnen wij ook voor de raadsvergadering, en dan vermoed ik ergens in januari, ook een voordracht krijgen van deze leden? Verder nog een vraagje over de verordening zelf. Daar staat in 5.1 dat deze raad naast de voorzitter en de secretaris ten hoogste uit 11 leden mag bestaan. Is er ook een kritische minimaal aantal leden vastgesteld? En tenslotte, meneer de voorzitter, toch nog weer een vraag over die onafhankelijkheid van deze raad. Want zoals gezegd, daar hechten we zeer aan. Op bladzijde 3 van het raadsvoorstel wordt gesproken over het inzetten van experts. Zijn er niet leden van de participatieraad? Dan is de vraag, kunnen dit dan wel personen zijn die een duidelijke zakelijke relatie hebben met de gemeente Ommen? Of misschien zelfs werkzaam zijn bij de BOH? Als dat zo is, dan bevreemdt het ons wel dat we lezen op pagina 3 dat deze experts in adviserende zin deel kunnen nemen aan beraadslagingen. Dat laatste, deelname aan beraadslagingen, lijkt ons eigenlijk onwenselijk. In onze optiek zou dit niet verder mogen gaan dan een objectieve advisering middels een rapport, een brief of iets dergelijks, maar beraadslagingen. Is de wethouder met mij van mening dat het meedoen van experts aan beraadslagingen de onafhankelijkheid van deze raad negatief zou kunnen beïnvloeden? Tot zover mijn vragen. Het woord is aan wethouder Schelen. Dank u wel, voorzitter.
Nou, allereerst natuurlijk dank voor de uitgesproken waardering. Ik denk dat die inderdaad ook terecht geldt voor de WMO-raad en straks de participatieraad zelf. Dus ze hebben uiterst zorgvuldig afgelopen maanden gewerkt aan de totstandkoming ook van dit geheel. En inderdaad, het ziet er relatief goed uit. Ik kom daar straks nog wat op terug. Er zijn een aantal vragen gesteld. Laat ik ze maar even puntsgewijs nalopen. Mevrouw Makkinga vroeg nog meer naar aanleiding van goh, hoe zit het nou met de betrokkenheid van de cliënt op twee punten. Als je kijkt naar de eisen die wettelijk zijn gesteld, zijn die dan ondervangen in deze participatieraad? Wij denken van wel. We hebben het uiteraard ook even nagelopen. En juist omdat wij uit de doelgroep bijvoorbeeld de Stichting Samen Sterk in de participatieraad ook een plek hebben gegeven, denken we dat we eraan voldoen. Op regionaal niveau zijn er geen harde eisen, maar het is overigens wel zo dat in het regionale werkbedrijf er ook vaste afspraken zijn. Zo zijn bijvoorbeeld vakbonden ook georganiseerd in het werkbedrijf. Die maken ook deel uit van dat geheel. En overigens is het wel zo dat uw punt van goh, hoe geven we dat nou praktisch vorm, natuurlijk wel een heel belangrijk onderwerp is, even los van wat daar formeel voor geregeld is. En we hebben juist deze week met de voorzitter van de WMO-raad ook afgesproken dat we begin 2016 daar eens even apart over van gedachten gaan wisselen. Dan komen daar nog bijzondere dingen uit, dan zal ik u graag daarvan op de hoogte stellen. Dan de heer Middelkamp heeft heel goed gelezen van hoe het zit met de inwerkingtreding. Dat hangt enigszins samen met het feit dat we hadden gehoopt dit voorstel twee weken geleden op de agenda te hebben. Dat is net niet gelukt, dus inderdaad, het gaat net over de jaargrens heen. Dus we moeten even kijken hoe we dat nu gaan doen. U hebt volkomen gelijk, of je zegt dat je doet het met terugwerkende kracht. Stel dat de raad het in de eerste vergadering van januari zou vaststellen, dat is de 7e uit mijn hoofd, en dan zou je inderdaad met een zekere terugwerkende kracht kunnen doen. Maar het hangt ook samen natuurlijk met het feit van, goh, wil je dat de participatieraad al per 1 januari aan de slag gaat, kan ook 1 februari zijn. Ik heb er even met de voorzitter over gehad, want hij had hetzelfde punt als u. En hij zegt van, nou ja, praat maar rustig over. Mij maakt het niet uit, het moet zorgvuldig. En dat vind ik belangrijker dan dat we alles op haren en snaren gaan zetten. Ik stel voor dat ik, na aanleiding van deze bespreking even de punten op de i zet bij het uiteindelijke raadsvoorstel. Zowel vanuit D66 als vanuit de VVD was aan de vraag van, goh, maar hoe zit het nou eigenlijk? Gaat die WMO-raad, verdwijnt die? Gaat die op in de participatieraad? Antwoord is ja. Dat is de bedoeling. Kijk, wat ik heel goed vind is dat de WMO-raad zelf heeft aangegeven van, goh, wij willen eigenlijk niet het goede weggooien. We hebben nu een goed functionerende WMO-raad. De leden draaien goed mee. En natuurlijk, met de komst van de jeugdwet, met de komst van de participatiewet, is er wel zaak dat we een uitbreiding krijgen. Nou, laten we van daaruit denken. Met andere woorden, de WMO-raad gaat op, als het ware, in de participatieraad. WMO-raad as such verdwijnt dus. Dat is in feite het antwoord op uw vraag. Hoe zit het met de vergoedingen? Daar vroeg mevrouw Schunselaar nog even expliciet naar. Daar is een apart document voor gemaakt, ook in goed overleg overigens met de WMO-raad zelf. Er is ook heel goed over gesproken. Juist omdat we niet willen dat er sprake is van een scheef beeld. Hè, dat de ene een hogere vergoeding zou krijgen dan de ander. Hè. Dat moet je niet hebben. Het is inderdaad zo dat voorzitter-secretaris daar een andere vergoedingsregeling is, zoals te doen gebruikelijk, dan voor reguliere leden. Als je dat wil, de regeling is in te zien. De heer Moerman heeft terecht gezegd dat dus inderdaad van de WMO-raad opgaat in de participatieraad. Hoe zit het nou met die leden van onderop? Nou, het is zo, en dat vind ik ook wel hoog goed eerlijk gezegd, de participatie, of nu de WMO-raad, die wordt gerecruiteerd uit zogenaamde clusters. Zo is er een cluster voor mantelzorgers, hè, waar de mantelzorgadviesraad in feite uit bestaat. Cluster sociaal samenleving, waar met name ook kerken in georganiseerd zijn. We hebben het OOG, hè, dus het gehandicaptenplatform. Zo zijn er dus een aantal clusters en die zijn eigenlijk heel praktisch bezig met allerlei vraagstukken. En één of twee van hen neem een deel aan de WMO-raad, nou, straks de participatieraad. Zo werkt het. Dus dat bedoelen we met van onderop.
En we vinden dat ook extra belangrijk, omdat dat ook betekent dat je ook een stukje achterban beraad kunt hebben. Je krijgt, dan zit je niet helemaal als lid van de participatieraad helemaal alleen zeg maar, te adviseren. Je hebt een achterban en je kunt daar ook zeg maar, met hen over gedachten wisselen. Dan de ChristenUnie. Ze hechten met het college en de Wemerraad, de participatieraad zelf trouwens ook, aan die onafhankelijkheid. En dat betekent dat er inderdaad hele strikte eisen zijn gesteld. Dat is, heeft u goed gezien. Ja, wie komt er voor in aanmerking? U moet dat omgekeerd zien. He, dus zeg maar, iedereen kan in aanmerking komen in beginsel, als je dan maar niet aan die uitsluitingsgronden voldoet. Maar natuurlijk wordt er wel gekeken, he, en zo stond het ook natuurlijk in de advertenties, dat je een gevoel voor de problematiek hebt. He, dat je zeg maar, al dan niet tot de doelgroepen behoort. Dat zijn zaken die natuurlijk zeg maar, in gesprek met voorzitter en ook secretaris, hè, als je lid wil worden, gewoon wordt gewisseld. En tot nu toe is dat meer dan uitstekend gegaan. Want u heeft ook terecht vastgesteld dat zeg maar, de participatieraad helemaal gevuld kan worden. Is er een kritisch minimum aantal? Dat is niet het geval. Was eerder het, en dat is eigenlijk wel mooi, moesten we eerst kijken van, goh, we moeten niet te veel hebben, want dan is het eigenlijk niet behapbaar. Dus we denken dat we met dit aantal nu wel een evenwichtig verhaal hebben. U zei van, goh, kunnen we een voordracht krijgen voor de daadwerkelijke vaststelling? Ja, dan zit ik even met een staatsrechtelijk probleempje. De heer Middelkamp zei al volstrekt terecht. Van, ja, goh, je zit, voor je het weet zit je met terugwerkende krachten. Kijk, het college kan natuurlijk wel een voordracht maken, maar dat is dan wel onder voorbehoud dat u dan de voordeling uiteindelijk vaststelt. Dus dat is dan een, je snapt wel van, ja, wij kunnen dat doen. Wij kunnen dus een voordracht maken in de eerste vergadering van januari, want de leden zijn bekend. Maar dat is dan onder voorbehoud dat u de dag erop, de zevende bij wijze van spreken, daadwerkelijk de voordeling vaststelt. Dat kan. Als gezegd, de voorzitter heeft daar geen enkel probleem mee. Het kan ook de andere kant op. Dan uw laatste punt van de experts. Nou, daar heeft u wel een terecht punt. We denken in de praktijk dat het wel meevalt. Wij merken dat zeg maar, er weinig echt experts worden ingevlogen die onverenigbaarheid met zich mee zouden kunnen dragen. En bovendien, weliswaar deelnemen aan de beraadslaging, maar het gaat er uiteindelijk natuurlijk wel om dat zeg maar, in de besluitvormende ronde zij geen deel maken. En juist als je transparant bent, en dat moet je zijn, hè, als je als expert bent van een bepaalde groep, of van een bepaalde club, dan weet je ook wel in het gesprek van, nou ja, als er een advies komt van waar het vandaan komt. Zo zijn we wel met elkaar, weten we dat met elkaar, en hebben ook wel het beeld dat dat goed kan gaan. En nogmaals, wij merken in de praktijk dat experts weinig, zeg maar, hoeven deel te nemen aan de vergadering. Want, en daar zou ik hem eindigen, de participatieraad is in feite de expert zichzelf. Wij merken gewoon dat vanuit de praktijk, en dat zijn alle deelnemers van de participatieraad, de adviezen gewoon komen. We hebben natuurlijk wel ook belang bij verstandige theoretische exercities, maar uiteindelijk gaat het toch om de praktijk. En wij merken dat dat op dit moment in de BMO-raad, en ik twijfel niet aan dat het in de participatieraad ook zo zal gaan gebeuren, dat dat gewoon goed werkt. Voorzitter, ik denk dat dat de punten waren. Wie wil voor de tweede ronde? De heer Marsman. Ja, heel kort hoor, meneer de voorzitter. Maar misschien de opmerking, als wij zometeen de tweede ronde gehad hebben, om het zo maar te zeggen, en we zouden besluiten dat dit een hamerstuk zou worden, dat zou ik me kunnen voorstellen, dan is het nog wel mijn vraag of we dan op dat moment ook dat voorstel wel kunnen ontvangen. En het tweede puntje wat ik had over het voorstel van de leden bedoel ik dan. Ja, de voordracht van de leden, ja. En het tweede puntje is ik begrijp hoe het gaat met hoe beraadslagingen verlopen. Kijk, wat de wethouder net schetst is wel een ideaal plaatje. Als je ziet hoe soms beraadslagingen gaan, dan kan het ook best wel heel anders lopen. Dus dat wou ik ook wel even gezegd hebben. Mevrouw Schoenselaar. Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, ik kan me nog herinneren toen we het een tijdje geleden hadden, een hele tijd geleden hadden over de WMO-raad. Dan heb ik een keer een opmerking gemaakt van, goh, het zou toch ook mooi zijn dat de jeugd daarin vertegenwoordigd was. Nou,
Ik hoef de namen niet zozeer te weten, maar ik ga ervan uit dat dat gewoon goed gekwalificeerde mensen zijn. Ik ben wel benieuwd of de jeugd ook een plekje daar heeft gekregen. Want ik denk dat dit nu de kans is om de jeugd ook mee te laten participeren. Dank u wel. Wethouder Schede heeft het woord. Nou, voorzitter, ik heb het verzoek van de heer Marsman en ik hoor weinig bezwaar ook vanuit de andere fracties goed gehoord. Dus het kost mij geen enkele moeite dan om een voordracht te doen. Uiteraard met het voorbehoud dat de gemeenteraad de verordening vaststelt, hè, want dat hoort dan wel. En we gaan er dan voor zorgen dat dat ook voor ligt voordat het voorstel in de raad ligt. Ik moet het even onder voorbouw doen, want het college moet daar natuurlijk wel een klap op geven. Hè. Dat voorbouw moet ik maken, want ik praat hier nu even met dat voorbouw indachtig. U heeft het over de ideale beraadslagingen. Ik maak bijna elke vergadering van de WMO-raad nu mee. En ik wil wel gezegd hebben dat ik buitengemeen blij ben met hoe het daar gaat. En dat is niet omdat ze niet kritisch zijn. Want er komen ook best hele goede en kritische geluiden bij. Maar de manier waarop dat gebeurt is zo werkzaam, zo constructief. En ik praat met veel collega's ook in de regio. En ik weet ook dat het anders kan. Dus wat dat betreft mag om eens een knopen tellen, denk ik. We stoppen er ook heel veel energie en effort in. Ik ben daarin trouwens ook dankbaar voor de BOH. Onze bestuursdienst geeft er ook hele goede support in. Dus dat gaat goed. En ik twijfel er niet aan dat we dat met de participatieraad ook kunnen doen. En wat betreft jeugd, als we de voordracht doen, dan zult u zien dat wij in ieder geval zijn geslaagd om een jeugdig persoon te kandideren. En ja, over leeftijden zal ik het met u niet verder niet hebben. Nou, check ik even bij de wethouder of het gezien de tijd allemaal wel haalbaar is. Komt BMW volgende week bij elkaar? De voordracht moet een week van tevoren binnen zijn. Dus ik weet niet of dat allemaal te realiseren is. Daar heeft u wel een gelijk. Daar heeft u een punt. Dus laten we maar even kijken hoe we dat het beste kunnen doen. Kijk, op het moment dat de raad het voorstel bespreekt, dat is uit mijn hoofd 8 januari, 7. Kan het zijn dat het college wel in de eerste vergadering, en dat is de vijfde dus, het besluit heeft genomen. Dus dan wordt het wel als het ware nagezonden. Dus dan is wel kenbaar, en ik begreep dat het verzoek was van de heer Marsman, dan is wel kenbaar welke kandidaten het zijn. Maar het is dus onder twee voorbehouden. De eerste is dat het college dat dan heeft vastgesteld. En het tweede voorbehoud is dat de gemeenteraad daadwerkelijk die verordening ook gaat vaststellen. Hamerstuk of bespreekstuk? Hamerstuk. Oké. Dan gaat het als hamerstuk naar de raad van 7 januari. De rondvraag. De heer Van der Mooren. Dank u wel, voorzitter. We hebben gemerkt als fractie dat er intussen een enquête gaande is over het peilen meningen omtrent de zondagsopenstelling van winkels. En we hebben ook gemerkt, vandaar ook onze vragen, dat er weerstand is, zeker onder een wat ouder gedeelte van de bevolking, om daarop te reageren. Want wat is er aan de hand? Voor een deel komt dit omdat in eerste instantie die enquête digitaal verloopt. En niet iedere, misschien niet eens ouderen, maar er zijn er in ieder geval in onze beleving voldoende die daar al een eerste belemmering ervaren. En voor een deel ook omdat de bypass in de vorm van een papieren versie aangevraagd moet worden. En die kan ook worden aangevraagd, maar al met al wordt dat ook weer als een belemmering gezien. En onze vragen zijn deze, we hebben er twee. Ook al zal het gaan om een gerenommeerd onderzoeksbureau. Waarom heeft de raad niet vooraf inzicht in de vragen gekregen en met name hierom? We hebben de suggestie gedaan om deze enquête te beginnen gewoon met de vraag van bent u voor of bent u tegen en dan vervolgens de detailgegevens te bevragen. En onze vraag is of die vraag gehonoreerd is, ja of nee. En de tweede vraag, op welke wijze kan een zekere beïnvloeding van de uitslag, en ik heb net een paar elementen genoemd, een zekere beïnvloeding van de uitslag worden voorkomen door drempels om te reageren zoveel mogelijk te voorkomen.
En we zijn bezorgd dat het nu voor dit onderzoek eigenlijk al te laat is als we kijken naar het moment waarop de uitslag van het onderzoek bekend moet zijn. Ik dank u. Het woord is aan de heer Bouwmans. Voorzitter, dank u wel. Het is geen opzet mijnerzijds als de ChristenUnie mij vragen stelt dat ik sommige antwoorden schuldig moet blijven. Maar het is wel handig, als ik een kleine suggestie mag doen bij dit soort vragen, dat ik ze van tevoren aangereikt krijg. Want dan kan ik in ieder geval wat adequater antwoord geven. Maar dat geldt, denk ik, richting de hele gemeenteraad, als ik ze vrij mag zijn in de raadscommissie. Want ik denk dat een goede vraag ook op een goed antwoord vraagt. En dit is ook wat diepgaander methodische benadering. Kijk, laten we met de tweede vraag beginnen. Zou er sprake kunnen zijn van de beïnvloeding van de uitkomst, omdat een deel van de populatie misschien minder eenvoudig de vragenlijst kan beantwoorden of één of twee barrières zou moeten nemen? Ik denk dat het antwoord op die vraag nee is. Tenzij er methodisch of statistisch sprake van zou zijn dat mensen die minder makkelijk tot de online formulieren toegang hebben dan wel ouder zijn, alhoewel ik daar ook geen steekhoudende parallel tussen zou willen zoeken, meer of minder voorstander zouden zijn van de koopzondag. Althans, op dat punt heb ik geen van tevoren vastomlijnde verwachting die ertoe zou moeten leiden dat ik bevestigend op uw vraag kan antwoorden. Voor wat betreft de eerste vraag, ik weet eigenlijk de vragenlijst niet uit mijn hoofd, dus daar moet ik u het antwoord op schuldig blijven. Kijk, we hebben met elkaar natuurlijk wel besproken hoe zullen we dit doen. Ik weet dat het bijzonder gevoelig ligt, daar ben ik me ook terdege van bewust. Maar ik heb in ieder geval als portefeuillehouder ook niet direct de invloed op de vragen, omdat ik ervan uitga dat het onderzoeksbureau dat gewoon op een adequate manier doet, passend bij de onderzoeksvraag die hier wel besproken is. En daar vertrouw ik dan maar op. Ja, het proces is begonnen, daar heeft u gelijk in. Ik denk niet dat we dat nu nog moeten beïnvloeden. Ik denk dat dat namelijk wel slecht zou zijn. Zou het zo zijn dat de onderzoekers vinden dat de door u gestelde vraag, want ik zal hem wel overbrengen, laten we dat maar afspreken, toch tot een inzicht leidt dat het onderzoek op grond daarvan niet voldoende tegemoet zou komen aan de door de raad geuite wens en de statistische kwaliteit die gevraagd is, dan vind ik dat we daar iets mee moeten. Maar op voorhand denk ik niet dat dat aan de orde is. Voorzitter, dan denk ik dat ik de vraag heb beantwoord. Ik zie dat meneer Van der Moren van mening is dat de vraag beantwoord is. Dan wordt de commissie bedankt voor de gewaardeerde inbreng en dan sluit ik deze commissievergadering. En dan gaan we om 8:15 verder met de raadsvergadering.